Je ziet het goed, achter mij staat de prachtige school Cosmora. Natuurlijk van de Magie Survival. En wij gaan vandaag een tour doen door niet alleen seizoen 1, maar ook seizoen 2 en de Kerst Survival. Misschien kom je wel plekjes tegen zoals deze, of dit plekje, of zeg jij eens deze? Deze. Oh, dat is ook een hele mooie plek. Inderdaad, die gaan we allemaal bezoeken vandaag in deze prachtige tour. Maar laten we eens even kijken naar het allereerste beeld van de Magie Survival. Of eigenlijk de Kerst Survival. Hoe hadden we die toen aangekondigd? Je ziet het hier. Dat was het allereerste moment dat we de magische school zagen. En nu lopen we er gewoon weer. Wow. Sinds de Kerst Survival. Het is super lang geleden. Om precies te zijn was het 7 december 2018 dat wij die aankondigingsvideo hadden gemaakt. En toen zag iedereen voor het eerst, nou ja, hier bijvoorbeeld de eetruimte. Ja, de kantine. Maar ook het Krops leslokaal met natuurlijk professor Krops. En ook het healing leslokaal. Wat hebben wij veel lessen gehad hier op school, zeg. Zo, echt? Met onze toverstok? Oh, wat een avontuur. En er is ook nog een kantoortje van een heel belangrijk persoon helemaal bovenin het gebouw. Zullen we daar eens kijken? Oeh, ik weet al wie je bedoelt. Ik vind het zo leuk dat we nu gewoon door deze set heen lopen en gewoon rond kunnen kijken. Eigenlijk net zoals dat we deden in de Jungle Survival. Maar hier hebben we de directie, dames en heren. Pijltje naar rechts. Weet je nog dat we ook wel eens hide-and-seek gingen doen met alle medeleerlingen hier in de school? Dat was ook zo vet. Dat was zeker vet. En we hadden volgens mij ook hier buiten een campus, als ik me goed herinner. Ik zie hier een huisje. Daar gaan we straks ook kijken. Daar sliepen de andere leerlingen. Maar laten we eerst even bij het kantoortje kijken. Oh ja, zo zag het eruit. Oh ja, ik weet al dat we hier naar boven moesten. En dat we hem hier spraken over een hele belangrijke meeting. Oh, absoluut. Dat was een hele belangrijke meeting. Dit was zijn plekje. Van de paarse magier. Dit was zijn kantoor. En in de serie kwam hier ook nog wat mooie paarse particles uit het plafond. En dit was ook de plek waar wij naar jouw fantasiewereld toe gingen. Oh ja. Laten we eens even kijken hoe dat eruit zag. Dit is gewoon jouw fantasiewereld. Wow. En dat kan je misschien kennen uit deze hele vette scène. Ik vond dit effect heel gaaf die we hadden gedaan. Waar jouw fantasiewereld tot leven kwam. Nou oké, ik ga mijn best doen. Ja, doe het. Oké, nou, daar komt hij dan. Blijf dat gewoon zo'n vet effect vinden. Is het ook echt. En ik vind het eigenlijk echt bizar dat we hier maar één keer zijn geweest. Het is ongelooflijk. Ja, we hebben het al vaker gezegd in de Jungle Survival. Tenminste in de tour. Dat sommige sets die werden maar één keer gebruikt. Ja, oh, hier was deze bijvoorbeeld ook de teleport naar jouw vishengelwereld. Ja, daar moesten we toen... weet je nog die droomjagers die hier waren? Ja, dat weet ik zeker nog. Oh, die waren zo vervelend. Maar misschien is het ook leuk om te vertellen dat deze hele wereld heeft ook een andere variant. En die was nodig om dat speciale effect in de video te maken. En misschien kunnen we voor het eerst ooit ook naar die plek. Oeh. Dat is namelijk hier. Nou, dit is echt bizar. Raar, hè? Wow. Dit hebben we natuurlijk nooit laten zien in de film zelf. Nou ja, nogmaals, ook deze hele wereld werd maar voor 1 seconde gebruikt. Jeetje. In dat shot. Maar daarmee hebben we dat hele gave effect gedaan. Dat het echt leek alsof de hele wereld ingekleurd werd met, kleur. Maar weet je wat ook heel veel kleur heeft, altijd taart vreet en vieze scheetjes laat? Jij?
Nee, niet ik. Oh. Jeb, laten we eens kijken hoe het bij Jeb en Lily gaat. Oh, ik ruik hem vanaf hier. Gadverdari, Jeb en Lily. Oh, dit was wel echt onze thuisbasis. Ik weet nog dat we dit helemaal van begin af aan hebben opgebouwd. Oh ja, met de zwevende Hall of Fame. Zo, die was zo gaaf. En ook met dat kroontje erbovenop. Ja, de magie is even aan het slapen vandaag. Ja, maar... we konden hier natuurlijk opstaan en dan woep, vloog je zo naar boven toe. En dan plakte we weer iemand op de Hall of Fame. Zoals bijvoorbeeld Anne of Mark. Floor. Fabian. Of Bram. En dit was ook wel geniaal. Dit bordje. Ik was het al helemaal vergeten. Beste zwarte magie. Wij zijn niet thuis. Dat je dat alvast eventjes weet. Goed verhaal ook. Echt, hè? Daar is hij mooi ingetuind. Oei. En nu ik deze plek zo zie, moet ik ook denken aan de opening van onze BIOS-film. Waar Jeb een beetje stout was. En wat wel leuk is aan die scène om te vertellen, is dat ik deze scène had bedacht nadat ik de muziek hoorde. Eerst hoorde ik het muziekstuk, waar ik heel erg vond dat er echt zo'n Jeb-deuntje in zat. En daarna dacht ik, oh, je hoort in het nummer en Jeb zijn gekkigheid. Maar ook hoe groot en mooi en fantastisch het kasteel is. En ik ben heel benieuwd of jij het ook terug hoort in dit fragment. Dit was slechts het begin van de chaos en duisternis die zal losbreken wanneer het zwarte hart gebruikt zal worden. In dit soort tijden heb je een dappere held nodig. Wie gaat ons redden? Een beetje wat ik bedoelde daarmee? Kon je het horen in de muziek? Laat maar even weten in de comments. Lieve kijkers omhoog. Wow. Dat was ik ook helemaal vergeten. Ik ook? Laten we eens even kijken. Hè? Dat was onze boomhut. Ja. Oh, hier zijn we al zo lang niet geweest. Oh, en we hebben geen Levio meer. Oh, we kunnen helemaal niet. Oké, dan moeten we helemaal niet, man. Even een beetje vals spelen. Precies. Ja, dat moet wel. Oh, dit was ook wel echt een mooi uitzichtje, hoor. Met een open haartje. Ik zie hier allemaal vishengels. Ik was natuurlijk altijd gek op vissen. Dus echt elke chest heeft wel een vishengel. En ook aan deze kant, zoals elke survival, zit er ook weer een mega waterbaan in. En deze keer ook een duikplank hier, toch? Ja. 1, 2, wee! Woehoe! En we maken vaak grapjes over de Jeb. Nou ja, scheetjes laten, veel taartjes eten. Maar hij heeft ons ook één keer heel erg geholpen. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik zeker nog. Want toen moest hij ons bevrijden. Yep, dat was namelijk deze scène in de film. Ik hoor voetstappen. Hoor je dat? Hè? Er komt iemand aan. Wie is dat? Is het Aces weer? Ik hoop het niet. Ik hoop niet dat er slecht iemand is. Jeb? Nee, dit meen je niet. Jeb! Jeb, kom hier, Jeb, kom hier. Kom, hey, nee, Jebby. Deze kant. Kijk eens, kom eens hier je staan. Oh, nee. Oh, nee, wat doet hij? Oh, maar is hij nou taart aan het eten? Nee. Jeb, kom hierheen. Jeb, ja. Ja, kom hier, Jebby. Kom maar. Kom. Hey. Yes!
En wat was ik blij dat hij er was. Zo, ik weet ook nog dat we echt vol spanning hier zaten. En maar wachten en wachten. En dan liep hij weer heen en weer. En dan stond hij er niet op. En... Het was zeker een avontuur. En het was weer typisch Jeb. Echt veel te leuk. En over Jeb gesproken, moet ik jullie even laten weten dat de pre-order voor het supervette design, die ik trouwens nu ook aan heb. Ta-da-da-da. Kijk eens even, het supervette Dodo design met zowel de Jungle Survival als de Magie Survival erop. En natuurlijk dit supervette design, waar we allemaal namen van hele grote karakters in de serie in een super tof design hebben gedaan. En natuurlijk ook een klein beetje een regenboog knipoogje qua kleuren naar Jeb. Super vrolijk, toch? Oh, 100%. En deze kan je dus nog pre-orderen alleen dit weekend, zodat ze op tijd zijn voor de feestdagen. Dus als jij ze wil pre-orderen, ga dan naar woutershop.nl. En dat niet alleen, is 50% korting op de hele shop. Dus gooi er nog lekker misschien een kaartspelletje in. Of natuurlijk het knuffelkussen van Jeb. Kijk nou hoe schattig. Je kan het allemaal vinden op woutershop.nl. Dus wees er op tijd bij voordat het uitverkocht is. Dit was ook wel zo'n vette plek. Dit is de campus waar de leerlingen sliepen. En die zit dus echt rechts naast de school. En ook hier zijn we volgens mij 1 of misschien 2 afleveringen geweest. Ja, hier hebben we een keertje hide-and-seek met iedereen gedaan, weet ik nog wel. Zijn we toen echt ook in alle huisjes geweest? Want ik kan me die van Sepp bijvoorbeeld niet echt meer herinneren. Hier heb je het huisje van Fee. Altijd helemaal roze. Ja. Heel schattig. Even kijken hoe het hierboven eruit ziet. Ja, dit is hoe ik het zelf ook zou inrichten. Super cute. Dit vond ik ook altijd een leuk huis. Die van Yandy en van Jay. Yandy, ja, ik moet ook even wennen aan alle namen weer. Zij waren toch de tegenpolen van elkaar? Klopt, ja. Je had dan echt dat hele schattige roze. En ook dan het duister. Ja, zo cool. Zij staan natuurlijk ook allemaal op het shirt. Absoluut, sowieso. Alle klasgenootjes staan erop. Hier zie je nogmaals het design. Als je goed rondkijkt, kan je spotten wie er allemaal op staat. Maar zo staat Griff er bijvoorbeeld ook op. En hij heeft wel gewoon een luxe keukentje, moet ik zo zeggen. Dan zou ik ook wel zo'n keukentje willen. Ja. Helemaal gezellig, met een bankje. Prima huisje. Ah, Maury. Oh ja, dat is toch wel een van mijn lievelingsleerlingen. Ja, dat vind ik ook. Echt een leuk klasgenootje. Het was altijd gekkigheid en grapjes met Maury. En ook ja, wat ze allemaal deed. Ik weet het niet. Ze heeft ons goed verrast. Dat zeker. En ook heel goed geholpen natuurlijk. Absoluut, ja. Want we zijn ook nog bij haar ouders thuis geweest. Weet je dat nog? Nou, dat huis, dat kan je niet vergeten. Dat weet ik zeker nog. Laten we daar eens even heen gaan. Nog een huis dat alleen in een filmset 1 keer gebruikt is. Maar het is er wel eentje die vanaf de buitenkant er best normaal uitziet, toch? Ja, absoluut. En nou ja, misschien is het ook wel leuk om te zien dat hier dus ook gewoon nog allemaal dingetjes gebouwd waren. Het is natuurlijk met die filmsets dat hoewel we maar op bepaalde plekken komen, kan je vaak wel gewoon ook nog er helemaal omheen lopen. En zijn dit plekken die je dus nog nooit hebt gezien, maar ze bestonden wel ja, in de wereld. Secret plek. En ik zeg wel dat het 1 keer gebruikt is, maar dat is niet helemaal waar. Want dit huis hebben we ook als allereerste map ooit gemaakt, 4 jaar geleden, met ons team van Dodo Studios. Dus deze staat ook gewoon in de officiële Minecraft Marketplace. Het heet de Magic Mansion van, Dodo Studios natuurlijk. Die kan je dus nu gewoon vinden in de Marketplace shop, mocht je, nou ja, willen survivalen in het huis van de ouders van Maury. Weet je nog dat Maury hier toen op zijn kop aan de dak hing. Dat was zo grappig. Oh, dat was echt, dat had ik nooit vergeten. En ook dit huis heeft zoveel kleine details. Ook al die papegaaien overal. En je kon hier naar boven, kon ik mij herinneren. Ja, kijk nou. Oh, dit is zo leuk. Was hier niet ook de kamer van Maury dat we allemaal knuffeltjes moesten pakken? Ja, dat klopt, toch? Ja. Nou, ik weet ook eigenlijk niet meer hoe het huis in elkaar stuk. Oh ja, natuurlijk de boompjes die ondersteboven hangen. Ja, het is zo random. Volgens mij was het wel hierboven. Dat is toch een soort... Oh, wat staat hier? Oh, dit is denk ik van de ouders. Maury, zoals je weet mag je ons niet wakker maken voor 6:30 ochtends. Nou, dat is al vroeg zat. Dat vind ik ook. Als iemand mij om 6:30 ochtends wakker maakt, dan... Dan snap ik dat wel. Oh ja, hier moesten we de dingen zoeken. Ja, hier waren toch allemaal soort van teddybeertjes of zo? Ja, dat klopt ja. Die moesten we toen verzamelen. Maar waar is nou Maury haar kamer? We hebben deze set natuurlijk ook gewoon al 4 jaar niet gezien. Hier heb je de badkamer. Natuurlijk ook allemaal gewoon gebouwd. En hier, ja, kijk dit eens, de grote M.
van Mori. Oh, kijk, hier is nog zo'n schattig diertje in de hoek. Oh, ze zijn er nog. Oh, dat is wel heel leuk. En hierboven dan? Ja, kijk, en hier miniatuurversie van het kasteel. En hier zie je de campus aan de rechterkant. Oh, dit is echt heel schattig. En kijk nou, je ziet er zo goed uit. Dat zijn wij, een soort van squishies. Ja, echt super grappig. Al die kleine knuffeltjes. Oh, en hier waren de knuffels die we verzameld hadden. Het is maar goed dat ze ons hielp, want er was een grote... Een boze magier, die je misschien wel kent als de zwarte magier. En die wilde ons kasteel kapot maken. En dat was ook best wel, misschien wel een van mijn favoriete shots in de Biosfilm. Namelijk dat we helemaal naar boven zoomden en hem daar zagen staan. Laten we eens even kijken. Oh, wacht eens even. Wat zit daar boven bij die toren? Iemand die natuurlijk ook niet helemaal aardig was voor ons, was Aesius. En dit is zijn huis. En hier waren we toen een keer naar binnen gesneakt. Weet je nog zijn felle blauwe ogen? Ja, het was wel een karakter hoor. Zeker. Aesius staat ook op het design. Ja, inderdaad. Het is een van de bad guys die wel op het design staat. Ja. Hier waren we toen aan het sneaken. En toen kwam hij opeens thuis. Oh. En dat was ontzettend spannend. Echt. En hier zie je dus gewoon, nou ja, hoe dat huis eruit zag. Hier mega bibliotheek. En het is wel donker hier. Het is heel donker, ja. Het is ook erg verlaten. Je ziet overal spinnenwebben. Er moet wel flinke schoonmaak gebeuren voor deze sets. Echt. Dat krijg je als je het gewoon hier laat staan. Nee, het moest natuurlijk in de film ook verlaten eruit zien. En dan is iets... Zoals spinnenwebben is iets wat je goed kan gebruiken. We hebben het natuurlijk veel over slechterikken nu. Maar er is ook iets heel erg leuks en iets heel grappigs. En dat is namelijk de fantasiewereld van Jep. We zijn bij jouw fantasiewereld geweest. Maar misschien is het ook leuk om die nog een keer te bezoeken. Ja, wat denk leuk. Je? Ja, hè? Want dat was het begin van de Biosfilm. Waar we zagen hoe Jep terechtkwam in zijn fantasiewereld. Koning Jep. Zo. Nou, ja, zag het helemaal voor zich, hè? Taartjes, jeetje, kijk nou, wat een smikkelbeer. Het is een enorme smikkelbeer en hij had ook nog een mega regenboogkasteel. Kijk eens eventjes. Zo. Met overal taartjes. En ook, vergeet niet, we hadden ook achterin was ook nog Jep en Lily, hè? Oh, die ook gebouwd. Ja, kijk we hier. Hebben daar natuurlijk ook niet heel veel naar gekeken, maar nee. Die staan gewoon hier en we hebben hier... Nou, natuurlijk allemaal eten en van die zuurstokken zijn dat, of kerst... Ik weet niet precies hoe ze heten, maar je candy kan ze cane. Eten met kerst. Oh, je candy canes zijn het. Ik weet niet wat het in Nederlands is. Hier heb je ook durpschap. Ook alle taartjes zijn al half opgegeten. Ja, het was echt een spoor aan taartjes die wij toen volgden. Zo konden we natuurlijk Jep vinden. En ook hier binnen was het kasteel helemaal aangekleed en mooi gemaakt. Oh ja, hier zat hij toen. Yep, op zijn troon. De Jep-troon. Ja, en toen moest hij ook iets aanraken om natuurlijk weer teruggeteleport te worden. Ja, want je mocht eigenlijk helemaal niks aanraken. Maar als je één ding aanraakte, dan nam je het mee, toch? Klopt, dan nam je het mee en dan ging je uit die wereld. Toen zei je tegen Jep, nou kies jij maar een taart. Dan was het die. Oh nee, toch die. Oh nee, toch die. Oh nee, toch die. En uiteindelijk had hij toen een taart gekozen. Volgens mij was dat ergens een taart hier die hij had uitgekozen. Toen gingen we weer terug naar het kasteel. Maar we kennen het kasteel natuurlijk ook op een andere manier. En dat was in seizoen 2. Laten we eens kijken naar de tweede versie van het kasteel. Dit was de school in seizoen 2. Je ziet een beetje de rode tinten. En dat kwam natuurlijk omdat de rode magier hier toen de baas was. Hallo, ik ben de receptioniste. Hey, we hebben zelfs een nieuwe receptionist hier. Wat gezellig. Oh ja, dit was wel echt heel anders. De school was helemaal verbouwd, hè? Ja, vooral van binnen. Toen kregen we hier ook dit gigantische trappenstelsel. En ja, alles was wat ruimer en groter opgezet. In het begin was het eigenlijk meer ja, een beetje
klein en kneuterig. En nu zijn het echt wat meer grote, duidelijke filmsets geworden. Weet je nog dat hier Morrie stiekem de les aan het meeluisteren was? Omdat ze... Ja, dat weet ik zeker. Ze mocht dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Nee, ze had een heel gangenstelsel. Dat zit hier achter verborgen. Deze school die had sowieso wel veel geheimen, vond ik. Want ook hier... Waar was het nou? Hier had je ook weer achtergangen en... Hierboven had je natuurlijk het schoolhoofd. Ja, oh, dat was toen op een gegeven moment supergoed beveiligd. Absoluut. En hier had je... Nou, kijk, wow, hij heeft wel een mooi kantoor. Ik weet wel, de paarse magier is wel ietsje meer bescheiden dan de rode magier. Oh, absoluut. Ja, de rode magier was ook niet helemaal mijn favoriet. We dachten eerst dat hij natuurlijk een bad guy was, maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Het was gewoon een goede vent, maar hij was gewoon zo streng. Ja, hij was niet zo aardig. Nee. En ook hierachter zat ook nog een geheime doorgang. Toen kwamen we ook telkens binnen. Hierboven had je ook nog een klaslokaal. Dat vond ik altijd wel een hele vette. Nee, dat was één verder. Ook hier zijn we volgens mij echt maar één keer geweest. Ja, deze was cool. Ja, dat vond ik ook echt vet. En dat je hier prachtig uitzicht over de vallei en... Nou ja, natuurlijk de teleport. Oh, daar staat ook iedereen. Oh, ja. Van de laatste aflevering. Oh, je ziet ze nou helemaal in de verte. Wacht, we kunnen er wel even heen. Ja. Hier stond iedereen klaar voor een nieuw avontuur. En oh ja, aardappelvriendje. Lekker aan het slapen. Oh, die is zo leuk. Ook die staat trouwens natuurlijk op het namendesign. Ja. Aardappelvriendje moest erbij. En we hadden ook ons huis erachter. Zullen we erheen? Laten we het doen. Oh, het ziet er wel uit alsof we flink in gevecht waren. Oh, alles is... half afgebrand. Echt, ja, dat waren die robots en die professor die aanvielen. Oh, we kunnen straks jeetje. Nog wel eventjes naar het laboratorium gaan. Maar hier hadden we ook natuurlijk weer de Hall of Fame met onder andere Tijmen. Maurits, Pieter, Liene, Anna, Sena, Ray, Rai, Lin, Daan, Sandra. Zoveel mensen die stonden deze keer op de... Hall of Aardappel. Maar ja, dit is de Aardappel Fame. Het is wel echt bizar om het helemaal zo kapot te zien. Ja, hè? Ja. Het blijft natuurlijk gewoon een groot verhaal wat we hebben gevolgd. En nou ja, daar is flink wat drama bij gekomen. Maar het was ook wel weer een heel... Nou, ik vond het wel weer een fijne, een leuke survival wereld. Een leuk dorpje. Zeker. Met natuurlijk... De Bip-Bip-Bop-Shop. Oh ja, de Bip-Bip-Bop-Shop. Die was toen ook helemaal vol. En hier was die geheime gang. Ik zat in de Jungle Survive, was ik helemaal in de war. Toen was het volgens mij dat als wij schoten... Want ik was hem aan het editen de video. En ik dacht, nee, het was iets anders. Je toen wij schoten deze. Volgens mij op het oog van Bob in de Jungle Survive. Ja. Toen ging de club open, volgens mij. De poort. Oh. En hier was het dat je hier naar beneden kon. Kijk. Hallo. Ik heb het... Oh, je bent er al? Ik ben er al. Ik was er stiekem gegaan. Ja, hier had je echt een hele lange gang, weet ik nog. Toen en die tunnel. Speed. Ja. Die tunnel ging heel ver. Oh, die werkt nog. Oké, okay, dat was de speed tunnel. En dan komen we uit bij... Ja, bij wie zou dat zijn? Bob die mocht natuurlijk niet meer op onze, bij ons wonen. Oh, even de button. Zo, gaat hij omhoog. Dit werkt ook gewoon nog allemaal. Ja. Maar die mocht niet meer bij ons wonen. En ja, er zijn hier heel veel textures kapot. Oh, de deuren werken nog wel. Dat is wel fijn. Maar ja, die werd op een gegeven moment ook gevonden. Ja. Oh, weet je nog, dit was de kamer van aardappelvriendje. Ja, oh, dat is ook zo leuk om dit te zien. Zo schattig. Het is echt zo leuk om dit zo eventjes gewoon niet in de haast van een scène dat we worden aangevallen of zo, maar gewoon in alle rust even bekijken. En de mega aardappelfarm natuurlijk. Want ja, Bob, die kan natuurlijk niet zonder aardappels. Nee, dat klopt. En had hier beneden had hij ook zo'n heel zwembad gemaakt. Ja. Jeetje. Dat kan ik me ook nog herinneren. Hij maakte het wel echt gewoon naar zijn zin hier. Zeker. Altijd een feestje bij Bob. Maar het was één moment geen feestje. En dat was aan het einde van de seizoen 2... dat het hele schoolgebouw werd opgeblazen. En ook dat is maar voor 2 minuten in de film geweest. Maar misschien wel leuk om die set eens een keer te zien. Oh, 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 kijk zo. Nou, de toren ligt gewoon compleet hier op de grond. Kijk nou, wat een ravage. Jeetje.
En alles ligt helemaal open. Oh, wat een puin. Echt. Dit hebben we gewoon nooit van dichtbij gezien. Alleen van een afstandje. Oh, kijk, hier is zelfs het geheime kamertje. Ja, dit was van Morrie. Is gewoon voor de helft open. Ja. Ja. Oh, die is gewoon ook helemaal kapot. En oh, het is drama. Jeetje. Hier de hele hal opgeblazen. Wel echt indrukwekkend om het zo te zien, zeg. Ja, dat je gewoon nu zo de set van dichtbij ziet. En ja, ook hier beneden trouwens. De geheime trap naar beneden. Oh, dit heb ik gewoon nog nooit gezien. Weet je dat? Deze kant. Nee, ik trouwens ook niet. Want we zijn nooit binnen geweest toen het kapot was. Maar nee, dit is ook gewoon de hele zijkant is kapot. Wow. Maar gelukkig konden we de tijd terugdraaien en hebben we wel het kasteel kunnen redden. Maar het was bijna allemaal fout gegaan. En dat kwam ook wel echt voor een heel groot deel door die professor. Oh, jee, laten we eens even bij hem thuis kijken. Oh, wat een smerige bende is het hier toch ook. Lekker slijmig. Oh. Ja, hier de gekke professor druk bezig met al zijn plannetjes. En we zien hier zelfs nog wat experimenten. Jeetje. Die staan gewoon nog aan. Het werkt gewoon allemaal nog. Dat is echt goed gebouwd. Zo, hey. Had hij ook van die gekke machines gemaakt? Oh ja, die gadgets. En ja, hij was heel erg jaloers op die machines van Bob. Want die maakte natuurlijk veel betere machines dan dat de professor ze maakte. Bob is de beste. Oh ja, hier was ook een soort van explosie TNT-machine. Ja, en daarachter was dan zo'n geheime plek waar wij, via die gangen konden sluipen naar de andere kamers. Oh, ik raakte daar altijd de weg kwijt. Weet je dat nog? Ja, het was ook wel echt een heel groot stuk daarachter. Oh, hier stonden al die zaal. Robots. Weet je dat nog? Ja, al die robots die stonden hier toen opgelijnd in deze zaal. Klaar om aan te vallen. En dat hebben ze ook zeker wel gedaan. Want hoeveel robots hebben wij wel niet kapot gemaakt in de survival? Jeetje, ze waren echt creepy. Ze waren zeker creepy. Maar eind goed al goed hadden wij natuurlijk iedereen verslagen. En weer de wereld gered. Magie Survival seizoen 2 was ook goed afgesloten. Ja. En wat was het vet om deze tour weer te zien. Hopelijk vond u het ook tof. Check natuurlijk de merchandise, de pre-order. Die is alleen nog maar dit weekend te bestellen. Daarna is hij nooit meer te bestellen. Dus wil jij een leuke herinnering hebben aan alle survivals die we gedaan hebben, check dan zeker deze twee designs. Want je kan ze nu bestellen in woudshop.nl. En er is dus 50% korting op de hele rest van de shop. Dus check het zeker eventjes. Vergeet niet dat duimpje omhoog te doen en blijf het kanaal in de gaten houden, want volgende week komt de bankoverval eindelijk online op YouTube en kunnen jullie die kijken, want die is maar gezien door 2000 mensen in totaal in de bios. Voor de rest heeft niemand hem gezien. En geloof me, die film, die daar hebben we alles missen. Gedaan. Nee, we hebben alles gecombineerd wat we wisten en hebben daar zo'n vette film van gemaakt. Die moet je zeker even checken. Dus check het volgende week. Ga naar woutershop.nl voor de pre-order. En wij zien jullie volgende keer weer, mensen. Doei doei! Ciao!